Ik ben Charo, zangeres en half Boliviaans, half Nederlands. En dit is mijn vriend, Jack, cameraman op gelegenheid en helemaal Nederlands. Samen gaan we op zoek naar de mooiste Andino-muziek in Zuid-Amerika. Huh? Andino wat? Juist, folkloremuziek uit de Andesregionen van Zuid-Amerika. Mijn droom is om met de beste muzikanten te mogen zingen en op te treden. En elke week neem ik je mee op deze zoektocht in onze South American Dream. Na 3 maanden Zuid-Amerika zijn we nu in de laatste week van onze droomreis aanbeland. Na een uitstapje naar de zout- en hoogvlaktes van Bolivia zijn we weer terug in La Paz, waar ons een onverwacht grootse kers op de muzikale ontdekkingstocht taart wacht. En op dat soort momenten moet je natuurlijk even naar huis bellen. Hoi, met je kind. Nou, ik wilde even kort bellen, want we hebben net met Ernesto Cabur gesproken. En het was heel leuk. Hij is super aardig, heel open en hij heeft zaterdag een optreden. En ik weet niet of hij mij heeft uitgenodigd om mee op te treden of daarna iets mee te zingen met hem. Tof, hè? In zijn eigen theater in het Museum van Instrumentos in Calleja. Ja, in uw gedachten ben je ook bij mij. Ik neem je mee. Oké, nou doei, Moetie. Niet alleen is ze mijn moeder, maar ook mijn partner in crime als het om muziek gaat. Zo speelt ze mij als harpiste, maar is ze vooral de charanguista bij mijn optredens. Als jonge blonde blom samen met mijn vader in Bolivia was maestro Ernesto Cabur een grote inspiratiebron voor haar. Al vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw is Cabur een van de bekendste, zo niet dé bekendste charanguista in heel Zuid-Amerika. En nu is het de beurt aan mij om betoverd te worden door de maestro himself. De grote avond dat ik met hem mag zingen is aangebroken. Met optredens in het Latijns-Amerikaanse continent, Europa, de VS, zelfs tot in Azië, is het niet gek dat hij tegenwoordig als de grootste levende legende wordt gezien van de Boliviaanse folkloremuziek. We zitten nu in het theater van de charango. En ik fluister een beetje, dus dan hou ik dit heel dicht bij mijn mond. Hij heeft me uitgenodigd om iets te zingen. Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Iets wat onverstaanbaar. Maar hij nodigt mij toch echt uit op dat podium. Ik mag! Onze laatste dag wil ik iedereen bedanken die me heeft geholpen op deze muzikale zoektocht. Alle muzikanten, alle mensen die me hebben geleid naar de muzikanten.
alle mensen die we mogen interviewen, alle interessante mensen die we hebben ontmoet, alle mensen die we hebben gesteund hier in Zuid-Amerika en in Nederland. Ik had niet dankbaarder kunnen zijn. Het is fantastisch geweest. Gracias. Tot de volgende keer.